Een heel goede avond. Dit is Ter Zake. Een andere test dan het klassieke uitstrijkje kan baarmoederhalskanker veel beter opsporen. Maar voor Stefanie komt die wetenschap te laat. Tijdens die chemotherapie begon ik toch zo wel wat dingen op te zoeken. En dan las ik dat dat eigenlijk helemaal niet zo uitzonderlijk was. Dat er best nog wel vrouwen zijn die een diagnose van baarmoederhalskanker krijgen. En die zich ook altijd hebben laten screenen. Daar was ik eigenlijk heel erg door geschrokken. Een politieke beslissing bleef aanslepen. Zo meteen een reactie van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Nederlandse boeren blokkeerden vandaag ook havens- en distributiecentra. Ik praat met Kamerlid Caroline van der Plas van de Boerenburgerbeweging. En afbrekende gletsjers, hoe zorgwekkend is dat? Glacioloog Frank Patijn is mijn gast. Het is maandag 4 juli. Hartelijk welkom. Maar we beginnen in Nederland, want daar was er opnieuw hevig boerenprotest tegen de stikstofmaatregelen van de regering. En daarbij gingen de boeren nog een stap verder dan de voorbije weken. Naast de blokkades van snelwegen en bruggen blokkeerden de actievoerders nu ook distributiecentra voor supermarkten. Het zou gaan om tientallen centra die duizenden winkels bevoorraden. Op verschillende plaatsen werden ook havens en sluizen geblokkeerd. De boeren kregen daarbij de hulp van vissers. Voor degene die het zich afvroeg hoe het er in Zwolle aan toe gaat. Je komt hier gewoon niet langs. Het is helemaal afgesloten, ze hebben stroopbalen op de weg. Je komt er niet door. Niet alleen in Zwolle, maar in heel Nederland waren er vandaag blokkades aan bruggen, distributiecentra en wegen. Van Breda tot Groningen, van IJmuiden aan zee tot de Duitse grens. De Nederlandse boeren hebben het gehad met alleen maar woorden. De stikstofplannen van de regering moeten herbekeken worden, aangepast of nog beter overboord. Wij blijven hier staan tot wij tegemoetkoming hebben in onze eisen. Wat vindt u ervan dat er een bemiddelaar is aangesteld? Op zich het woord bemiddelaar is goed, maar dan het vervolg welke bemiddelaar, vind ik nergens op lijken. Om tot een oplossing te komen duidt de regering Johan Remkes aan. De 71-jarige VVD-corifee is niet aan zijn eerste crisis toe. Maar een consensusfiguur is het allerminst, vinden de landbouwers. Je moet het zo zien, als jij in een huwelijkscrisis zit en je schakelt een mediator in. En een van de partijen zegt, ja, die mediator is mijn beste vriend en ik hou mijn poot stijf. Dan denk ik dat de andere partij ook niet in gesprek wil. Nou, dat gebeurt hier ook. Er komt in een padstelling. En meneer Remkes heeft meegeschreven aan dit stikstofplan wat er nu ligt, waar wij mee weggevaagd worden. Dus nee, dat is zeker niet de geschikte persoon. Niet alleen ter land, maar ook ter zee is er solidair protest. Nederlandse vissers blokkeerden vandaag tijdelijk de toegang tot kleinere havens. Waarom deze actie? Nou, ten eerste zijn wij solidair met de boeren. Ten tweede, onze collega's hier van de garnalenvloot die hebben ook te maken met stikstofuitstoot. Die zitten met een emissieuitstoot. Elk schip wat hier ligt, die moet aan een bepaalde eis voldoen. Nou, die motoren die zijn misschien een beetje verouderd. Er moeten grote wasinstallaties opgemaakt worden. Er moeten katalysators opgemaakt worden. Daar hebben die mensen geen geld voor. Dat gaat gewoon niet. En wat betekent dat voor de garnalenvissers? Nou, dat het slecht voorstaat. Want als ze geen vergunning krijgen, mogen ze niet meer uitvaren. Overal in het land zijn publieksvriendelijke acties gehouden. U blokkeert de haven van Harlingen, zodat de veerboten niet konden uitvaren. Dat is onze enigste manier om ons te laten zien. Om een statement te maken. Ik bedoel, de visserij. Wij doen er bijna nooit iets dat we zeggen we gaan blokkeren. Of dat is al 15 jaar terug dat we een keer een blokkade hebben gemaakt. Maar zo gaat het niet langer bij ons. We zitten in zwaar weer. Nee, we zitten niet eens in zwaar weer. We zitten in een grote storm. Ja, het gaat zo niet langer. Nee.
En ik praat erover met Caroline van der Plas, medeoprichter van de partij Boer-Burgerbeweging en lid van de Tweede Kamer. U staat daar in de buurt van een blokkade. We zien ook bij elke actie gaan de boeren een stapje verder. Waarom zijn er nu ook distributiecentra geblokkeerd? Ja, het blokkeren van de distributiecentra is denk ik de nieuwe stap in de acties. Vorige week zag je bijvoorbeeld snelwegen blokkeren en allerlei andere acties. We hebben een groot protest gehad op 22 juni. En dit is de volgende stap. Hiermee willen de boeren laten zien van ja, wat gebeurt er nou als er geen voedsel meer in de schappen ligt. Want iedereen doet daar best makkelijk over. Er is altijd wel voedsel. Maar wat gebeurt er nou als dat niet zo is? En het is een deel daarvan, is ook om de supermarkten in Nederland aan te spreken, om ook hun rol te pakken in het bestaansrecht van de boer, maar zeker ook het perspectief voor de boer om straks ook nog zijn bedrijf te kunnen hebben. De opbrengstprijzen in de supermarkten, die moeten ook omhoog op de een of andere manier. Nu, de warenhuissector heeft al gereageerd, noemt dit totaal onacceptabel en ook net fout dat ze daarin worden betrokken. Nou, dat vind ik niet. De hele keten leeft van de boer. Dat begint op het boerenerf, maar dan heb je de transporteurs en de slachterijen en de veevoerfabrikanten en ook de supermarkten. Supermarkten maken elk jaar miljarden winst, ook van de producten van de boer. En die hebben daar zeker wel een rol in. Ik vind het heel raar dat ze zeggen dat ze daar geen rol in hebben. Het is ook wel ironisch dat door dit soort blokkades er nu tekorten dreigen van producten, zuivel en dergelijke meer van de boeren zelf. Ja, dat is heel vervelend. Ik vind het ook voor burgers vervelend dat ze niet meer gewoon alles uit het schap kunnen halen wat ze willen. Maar het is eigenlijk, het is nog vervelender voor de boer wat er nu aan de hand is met hun toekomst. De nood is heel erg hoog, de wanhoop is hoog. Boeren weten niet meer of ze volgend jaar nog een bedrijf kunnen hebben. Ze weten niet meer of hun kinderen het bedrijf kunnen overnemen. Ze zitten vaak diep in de schulden door de banken. Het aantal zelfdodingen loopt op in Nederland onder boeren. Wekelijks zijn er toch een aantal boeren die een einde aan zijn of haar leven maakt. En ze vechten hier gewoon voor hun bestaansrecht. Ja, en daar hebben wij als burger allemaal geen last van. Wij krijgen gewoon ons salaris, wij hebben gewoon ons huis. Wij worden niet gedreigd met uitzetting of uitkoop of wat dan ook. En dat is ook wat de boeren gewoon kenbaar willen maken, hoe hoog de nood is. Ja, uw partij, een vrij jonge partij, komt op voor de rechten van de boeren, van de burgers ook. Een van de speerpunten is het opbouwen van wederzijds begrip. Maar zoals dit nu evolueert, wordt dat wel heel moeilijk. Nou, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de burgers in Nederland heel goed snappen waar de boeren voor aan het strijden zijn. Sommige burgers zullen niet de manier van actie voeren altijd even leuk vinden of goedkeuren. Maar ik heb zelf nog niemand gesproken die zegt van ik snap niet waar ze voor ze strijden en waarom doen ze dit. Vaak gaat het om de vorm van de actie, maar niet de strijd die de boeren aan het leveren zijn. Dat snapt iedereen heel goed. Okay. De Nederlandse regering heeft nu intussen ook een bemiddelaar aangesteld, Johan Remkes. Daar zegt u van ik heb daar weinig vertrouwen in. Waarom niet? Ja. De heer Remkes heeft een enorm grote staat van dienst in Nederland. Daar twijfel ik absoluut niet aan. Ik heb groot respect voor. Maar de heer Remkes is ook de opsteller van het stikstofrapport Niet Alles Kan. En daarin wordt gesproken over die 50% stikstofreductie. Dus hij is opsteller van het plan. Hij is een prominent VVD'er. Hij heeft dit kabinet meehelpen formeren. Dus ik vind het een hele vreemde keuze om dan juist hem aan te kiezen als een bemiddelaar. En ik had gewoon eigenlijk het liefst gewoon een onafhankelijke bemiddelaar gehad. Die gewoon ten eerste de partijen weer eens gewoon bij elkaar kan brengen. En dan even dat stikstofplan even on hold zetten. Maar gewoon weer even de rust terug kunnen brengen in de samenleving en tussen de ministeries en de agrarische sector. Denkt u dat een compromis nog mogelijk is? Zolang het kabinet zegt, we gaan praten, maar aan de doelen van onze plannen veranderen we niks, dan zie ik het zwaar in. Het is net als een slecht huwelijk. Als twee partijen een slecht huwelijk hebben en je schakelt een mediator in en een van die twee partijen die blijft zeggen, maar het doel is scheiding, dan kun je mediaten wat je wil, maar dan kom je er nooit uit.
Onlangs zei Vlaams minister voor Natuur en Omgeving Demir in Nieuwsuur. Ze vroegen haar daar om raad te geven aan haar Nederlandse collega Van der Wal. We kijken even, want dit is wat ze toen zei. Mijn advies is gewoon, ja, één, zorgen dat we niet in een vergunningstop terechtkomen. Dat Nederland ook zijn deeltje doet. En vooral ook onze rug rechten en doorgaan met de maatregelen die we moeten nemen. Want als we het nu niet doen, dan gaan we eigenlijk beloftes terugmaken aan onze boeren die we eigenlijk niet kunnen waarmaken. Dat is eigenlijk liegen en terug binnen een jaar of twee jaar voor dezelfde problemen terechtkomen. En dan gaan ze weer zeggen van ja, kijk, de politiek durft geen beslissingen nemen. Vreest u niet dat u de boeren op deze manier valse hoop geeft? Nee, helemaal niet. Er staan een aantal doelen in de wet hier in Nederland. Met onder andere hele strenge normen voor de stikstofneerslag op de natuur. Die normen die zijn zo streng dat ze onhaalbaar zijn. Dat is niet wat ik alleen zeg. Dat zegt ook hier het Planbureau voor de Leefomgeving, adviseur van het kabinet. Dat als je alles in Nederland weghaalt, dus ook huizen en scheepvaart en vee en mensen, dan nog is die neerslag op de natuur, wij noemen dat de kritische depositiewaarde, die zullen nog te hoog zijn. En als je met onhaalbare doelen werkt, dan, dan werkt dat gewoon niet. En je zult gewoon ervoor moeten zorgen dat die normen dat die bijgesteld worden. Hè? In België of in Duitsland of in Frankrijk of in Denemarken zijn die normen een stuk minder streng. Daar hebben ze geen stikstofprobleem. Daar wordt gewoon gebouwd. En het is gewoon een kwestie van willen en het is niet een kwestie van kunnen. Mevrouw Van der Plas, ik kan u wel vertellen in waarop het niet zou kunnen. Ja, mevrouw Van der Plas, ik kan u wel vertellen dat we ook in ons land, in Vlaanderen, ook een stikstofprobleem hebben. Dat is net het punt dat ik wil maken. Het is wel wat door Europa wordt opgelegd dat die afbouw van stikstof zeer dringend nodig is, omdat er anders een nog veel groter probleem dreigt. Vergunningstop bijvoorbeeld. Kijk, wat hier het Planbureau voor de Leefomgeving zegt, die zegt als die stikstofneerslag op de natuur, want dat is waar we hier over praten, de stikstofneerslag op de natuur, dan bestaat het risico dat een natuurgebied risico heeft op schade. Het is niet gezegd dat door die stikstof de natuur wordt vernietigd. En zeker hebben we te maken met Europa, maar Nederland heeft zichzelf ook een strenge richtlijnen opgelegd. En we zijn gewoon een soeverein land. Wij kunnen gewoon ook naar Europa om met Europa te praten over die wet. En om dat, die doelen reëler te stellen. En het is niet zo dat boeren niks willen. Boeren reduceren hier al 30 jaar. Er is hier al 67% stikstof gereduceerd. 40% fijnstof. De varkenshouderij 80% ammoniak gereduceerd. Dus het is helemaal geen sprake van dat boeren niks willen. Maar boeren willen het wel op een eerlijk en rechtvaardige manier. En niet te horen krijgen dat ze een woest aantrekkelijk aanbod krijgen om zich te laten uitkopen. Dat kun je mensen gewoon niet aandoen. Dat kan gewoon echt niet. Oké. Mevrouw Van der Plas, dank u wel voor dit gesprek. Elk jaar zijn er in ons land meer dan 600 vrouwen die baarmoederhalskanker krijgen. En elk jaar sterven meer dan 200 vrouwen aan de ziekte. Heel wat van die gevallen zouden op tijd opgespoord en behandeld kunnen worden als meer mensen zich laten testen, maar ook als er een andere en meer betrouwbare test zou worden gebruikt. Want het zogenoemde uitstrijkje dat hier al jaren dienst doet, voldoet eigenlijk niet en geeft een vals gevoel van veiligheid. Experten pleiten voor de HPV-test die het humane papillomavirus opspoort, maar de politieke beslissing gaat traag. De kwestie is zowel Vlaamse als federale bevoegdheid. Sophie Vaas en Lauke van den Driessen. Het is eigenlijk allemaal begonnen in de zomer van 2019. Ik had die zomer mijn driejaarlijkse controle bij de gynaecoloog uitstrijkje laten afnemen. Dat was eigenlijk prima, in orde. En niet heel lang begon ik last te krijgen van toetsentijdse bloedingen. Stefanie van Houtven is 39 en ziek, al zie je dat niet meteen. Tot voor kort een gezonde, actieve vrouw. U kent Van Houtven misschien van haar passage in de nationale politiek, als ondervoorzitter van SPA naast John Combe. In 2019, net toen ze een andere professionele weg insloeg, kreeg ze klachten die na heel wat onderzoek het gevolg bleken van uitgezaaide baarmoederhalskanker. Stefanie kreeg een zware chemobehandeling en werd bestraald. Maart dit jaar
voelde ik dan hier een bultje zitten. En ik dacht eerst, ik had net een aantal weken daarvoor mijn tweede boosterprik gekregen. Dacht ik van, misschien een reactie. Toch meteen laten onderzoeken. En dan kwam het nieuws dat eigenlijk de kanker nooit is weggeweest uit mijn lichaam. En dat die was teruggekeerd en dat er nu een tumor boven mijn pijn zit. Dat men ook niet denkt dat men mij nog gaat kunnen genezen. Nu volgt Stefanie een experimentele therapie in het UZ Leuven met de bedoeling haar leven te verlengen. Stefanie liet netjes elke 3 jaar zoals voorgeschreven een uitstrijkje nemen. Dat is een vaginale wisser die onder de microscoop wordt onderzocht op afwijkende cellen die het voorstadium kunnen vormen van baarmoederhalskanker. Stefanie's uitstrijkjes waren altijd goed en toch had ze kanker. Ik ben ook heel blij dat er een screening voor baarmoederhalskanker wordt georganiseerd. Maar ik ging er altijd vanuit dat die bij het best mogelijke test gebeurde. En dan door te lezen kwam ik er eigenlijk op uit dat dat niet zo is. Wel ja, als je een diagnose stelt van baarmoederhalskanker, is dat de vraag die ik mij altijd stel. Hoe komt het in godsnaam dat die vrouw baarmoederhalskanker heeft? Gynaecoloog Willy Poppe pleit voor een andere manier van screenen. Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een virus, het HPV of humaan papillomavirus, dat zich verspreidt via seksueel contact. Bijna alle mensen, zowel mannen als vrouwen, raken tijdens hun leven wel eens besmet met HPV. De meeste hebben geen symptomen. Maar in zeer zeldzame gevallen leidt een HPV-infectie bij vrouwen tot baarmoederhalskanker. In België gebeurt screening op baarmoederhalskanker met een klassiek uitstrijkje om de 3 jaar. In het labo zoekt men dan naar afwijkende cellen. Het probleem met zo'n klassiek uitstrijkje is dat het niet waterdicht is. Er worden nog te veel kankers gemist, zoals bij Stefanie. Maar er bestaat ook een ander soort test, de HPV-test. Die spoort niet de kanker op, maar het virus dat de kanker veroorzaakt. De patiënt voelt geen verschil, maar het onderzoek gebeurt in een ander soort laboratorium. Je gaat meer baarmoederhalskankers voorkomen door een HPV-test dan door een klassiek uitstrijkje met microscopisch onderzoek. Je kan daarboven het interval tussen de uitstrijkjes bij vrouwen die een negatieve HPV-test hebben verlengen, waar we nu om de 3 jaar een uitstrijkje hebben tussen de 25 en de 64 jaar, kunnen we gerust naar 5 jaar gaan voor een vrouw met een HPV-negatief uitstrijkje. Dus dat maakt ook dat je niet alleen minder baarmoederhalskanker hebt in die groep die gescreend wordt met HPV-testing, maar je gaat het ook aan een lager kostenplaatje kunnen doen. Zowat iedereen is het erover eens dat de HPV-test beter is dan het klassieke uitstrijken. Bovendien is het ook goedkoper en is ook de politiek mee. In België werd in 2019 al beslist dat de omschakeling er moest komen. U weet hoe moeilijk georganiseerd ons land is en ik vrees dat daar toch wel een aantal struikelpunten zijn waar dat veel tijd verloren is en nog verloren wordt op dit ogenblik. Screening is een gewestelijke materie, maar blijkbaar op dit moment is het federaal die betaalt voor die screening. Dus ja, daar blijken ze zo naar elkaar te zitten kijken en dat maakt me geweldig kwaad. Een discussie tussen het regionale en het federale niveau over wie opdraait voor de kosten. En dan is er volgens professor Poppe nog één erg kwalijke reden waarom er gedraald wordt. Namelijk tegenkanting bij de pathologische labo's die vandaag de uitstrijkjes onderzoeken. Zij zouden werk verliezen aan de microbiologische labo's die de HPV-testen kunnen uitvoeren. Die omwenteling in Nederland heeft gemaakt dat heel wat pathologische laboratoria hun deuren hebben moeten sluiten. Dat is niet leuk. Veel van die mensen hebben wel ander werk gevonden. Maar het is niet leuk om uw pathologisch laboratorium te sluiten. Dus inderdaad, u begrijpt dat sommigen dit verhaal van HPV-screening niet graag horen. Allerlei redenen dus, maar geen goede. Want van de 600 baarmoederhalskankergevallen per jaar zouden er met een nieuw soort screening veel voorkomen kunnen worden. Voor mij is het te laat, maar ik weet dat er nog wel vrouwen zijn die nu denken dat alles in orde is, maar voor dat er nog wel tijd is. Mentaal is dat natuurlijk ook een hele zware klap om te krijgen. Nog los van de boodschap dat ik niet meer ga genezen. Hè. Ik ben 39. Ik had een heel leven voor mij met heel veel plannen. En dat valt nu allemaal weg.
En voor een reactie gaan we naar minister Frank van den Broeke. Goedenavond, minister van den Broeke. U bent even weggegaan uit de kern om hierop te reageren. Laat ik inpikken bij het verhaal van Stefanie. Het is echt wel om gek te worden als je beseft dat een andere test dit allemaal had kunnen vermijden. Dat is juist en er ligt nu ook een oplossing voor. Daar hebben we een jaar lang veel overleg over gehad, maar er ligt nu een oplossing voor die, denk ik, winst kan betekenen voor iedereen. Om te beginnen om inderdaad ervoor te zorgen dat minder jonge vrouwen door deze ziekte getroffen worden, want dat is vreselijk. Maar een oplossing waarbij ook elke regering zijn deel van de inspanning doet. Wij willen federaal deze HPV-test betalen. Wij willen dat financieren zodanig dat je inderdaad een screening kan doen van vrouwen, wat ons betreft tussen de leeftijd van 30 en 65 jaar, met deze HPV-test, die dus test op het virus. En wij vragen dat de deelstaten alles op alles zetten om ook meer vrouwen te overtuigen om zich te laten testen. Want daar schort het ook wel, eerlijk gezegd, als je kijkt naar het aantal vrouwen wat zich vandaag laat screenen. In Vlaanderen is dat zowat 60%, dus 40% niet. Dat is een probleem. In Brussel en Wallonië raak je zelfs niet aan de 50% die meedoet aan de screening. Dus dat moet drastisch omhoog. En dus wij verwachten van de deelstaatregeringen dat ze grote inspanningen doen om meer vrouwen te overtuigen om zich te laten testen. En wij willen federaal, met het federale geld dat we hebben, wij willen inderdaad deze HPV-test gaan financieren. Dat wil niet zeggen dat er geen rol is voor het uitstrijkje, want het is eigenlijk een beetje verkeerd om de indruk te geven dat dat helemaal geen rol te spelen heeft, dat verkeerd is, dat dat niks waard is. Dat is niet zo. En we denken met name dat er in de leeftijdsgroep tussen 25 jaar en 29 jaar, dus in de jongste groep, is er wel nog een nuttige rol om screening te doen met het uitstrijkje. Dat kan daar echt nog zijn rol hebben. Kan ook zijn rol spelen om positieve HPV-testen verder te onderzoeken, te bevestigen. Maar de goede combinatie is inderdaad dat je, zeker in de leeftijdsgroep van 30 tot 65, werkt met de HPV-test die het virus opspoort. Maar dus, wat mij betreft, is daar een akkoord over. Ik hoop dat niet alleen mevrouw Krevits, die dat eigenlijk heeft toegezegd en die dat ook zo ziet. We zitten echt op dezelfde golflengte met Hilde Krevits. Ik hoop dus dat ook de andere gewesten daar instappen en dat iedereen dan samen die inspanning doet om levens van jonge vrouwen te redden. Ja, want daar benoemt u iets dat heel belangrijk is. We weten, we zagen het ook in de reportage, dat er een hele voorgeschiedenis aan vooraf gaat. 2015 werd gezegd door de Hoge Gezondheidsraad die nieuwe test is eigenlijk veel beter. In 2019 was er eigenlijk al een akkoord om die test te beginnen toepassen. Waarom heeft het zo lang geduurd? U verwijst er nu opnieuw naar. Men moet een akkoord vinden tussen de verschillende gewesten. Zal het er, met andere woorden, binnen afzienbare tijd komen? Ja, wat mij betreft absoluut. En dus ik denk dat we dit kunnen beginnen toepassen eigenlijk vanaf het einde van 2024, vanaf zeker 2025. Dit vraagt heel wat voorbereiding, maar ik denk dat dat mogelijk moet zijn. En dus ik ben heel blij dat de Vlaamse regering met Hilde Krevits mee in dit akkoord wil stappen en echt grote inspanningen wil doen bovenop de inspanningen die Vlaanderen reeds doet. En ik denk dat ook in Brussel en Wallonië men toch de bewustmaking bij vrouwen moet versterken dat die screening absoluut nodig is. Want het is dus en meer screenen en met een beter programma screenen. En dat is wat we willen. Dus onze idee is, wij zullen met federaal geld deze HPV-test financieren voor de leeftijdsgroep van 30 tot 65. Voor de jongere groep 25 tot 29 jaar denken we dat het wel verantwoord is om te zeggen, daar werk je nog met het uitstrijkje. Maar als iedereen daarmee eens is, en Hilde Krevits is bij mij weten het alleszins daarmee eens, dan kunnen we vooruit en dan kunnen we deze oplossing concreet beginnen uitwerken. Ik ben het met u eens. Eindelijk, u moet mij niet vragen wat er sinds 2015 allemaal gebeurd is. Ik ben einde 2020 in de regering gestapt en we zijn daarover beginnen overleggen en we zijn nu klaar met een voorstel. Ja. Nog een opmerking in verband met de labo's. Ook daarvan wordt gezegd, als je overstapt naar die HPV-testen, dan moet dat gebeuren door de microbiologische labo's ten koste voor een stuk van de pathologen. Ook daar
Zijn problemen, zou je kunnen zeggen, ja, dat heeft te maken met belangen en met lobby's. Speelt dat ook mee? Maar voor mij is er maar één belang, dat is de gezondheid van deze jonge vrouwen en van vrouwen in het algemeen. Dat is wat voor mij telt. En ja, natuurlijk, de gezondheidszorg staat niet in dienst van labo's. Nog de ene soort labo's, nog de andere soort labo's. Maar voor alle duidelijkheid, hier wordt niet gezegd dat het uitstrijkje een slechte test is. Hier wordt niet gezegd dat het uitstrijkje geen rol meer zal spelen. Wel in tegendeel. Wat wij voorstellen, het voorstel dat nu echt voor ligt, voor akkoord en uitvoering, is dat we wel de HPV-test gaan gebruiken als belangrijke test voor de hele leeftijdsgroep tussen 30 en 65 jaar. Laat mij overigens nog dit eraan toevoegen. Ondertussen heb ik ook beslist dat het vaccin tegen het HPV-virus, dat dat beschikbaar zal worden ook voor jongens in de leeftijd tussen 12 en 19 jaar, die niet in het schoolprogramma gevaccineerd worden. Want jongens kunnen deze ziekte niet krijgen. Maar jongens en mannen in het algemeen kunnen heel veel doen om de levens van vrouwen te redden als ze zich ook laten vaccineren. Dat gebeurt nu in scholen sinds kort. Maar er zijn jongens die niet de kans hebben gehad of er niet toe gekomen zijn. Dus vanaf 1 augustus zullen we vaccinatie voor jongens tussen 12 en 19 jaar ook gaan terugbetalen. Ik spreek dan wel over vaccinatie, natuurlijk niet over de test. De test is iets voor de vrouwen. Ja. Nog één vraagje over het kernkabinet en dan laat ik u gaan, meneer de minister. U met uw expertise in de Nationale Pensioencommissie, ook als minister van Pensioenen, ja, daarmee weet u eigenlijk dat wat er op dit moment op tafel ligt niet genoeg is om het systeem van pensioenen gezond te houden voor de komende generaties, toch? Er zijn twee soorten ministers. Je hebt ministers die voor de camera hele grote verklaringen afleggen en misschien niet zoveel vertellen in de vergaderingen. Je hebt ministers die voor de camera soms een beetje zwijgzaam zijn en vooral heel veel proberen in te brengen in de vergadering. Ik hoor liefst bij de tweede soort. En dus ik leg niet veel verklaringen af nu voor de camera. Ik zeg daar niet veel over. Ik wil binnen de regering werken aan een hervorming die ernstig is, grondig, die ervoor zorgt dat mensen betere pensioenen hebben, die ervoor zorgt dat het pensioensysteem betaalbaar blijft, die werken beloont. Daarover gaat het. Daar discuteer ik over in het kernkabinet hier achter ons. Maar voor de camera leg ik weinig verklaringen af, want dat helpt over het algemeen ja, nogal. Ja, toch nog één vraagje. U verwijst naar staatssecretaris voor begroting De Bleker, die gecommuniceerd heeft over de betaalbaarheid, waarbij ik begrijp dat u zich daar wel boos over maakte. Nee, ik zeg gewoon dat ik liever bij de soort ministers ben die nogal zwijgzaam is voor de camera, geen doorstep-interviews geeft en van dit soort dingen. Maar echt probeert oplossingen te helpen vinden achter de schermen, in de vergadering. En in de vergadering desnoods ook stevig op tafel klopt om goede oplossingen te krijgen. Oké, ik laat u gaan. Dank u wel, minister Van den Broeke. En hierbij een pas binnengelopen bericht. Bij een schietpartij op een 4 juli-parade in de Amerikaanse staat Illinois zijn al minstens 6 doden geteld en ook 24 gewonden gevallen. De schietpartij vond plaats in Highland Park vlakbij Chicago. Volgens sommige bronnen zou de schutter van op een dak geschoten hebben. De dader is nog niet gevat en meer nieuws hierover krijgt u in ons laatjournaal. En 7 doden en 8 gewonden, dat is de voorlopige balans van de gletsjerbreuk gisteren in de Italiaanse Dolomieten. Voorlopig, want er wordt gevreesd dat de dodentol nog kan oplopen. Er wordt nog altijd gezocht naar vermisten. De dag voor de ramp werd nog een recordtemperatuur van 10 graden Celsius gemeten. Deborah Votken. Zondag omstreeks het middaguur. Een gletsjerbreuk maakt duizenden tonnen ijs, sneeuw en rotsen los die aan een verwoestende snelheid naar beneden storten. Non bello, ragazzi. Plaats van de ramp zijn de Dolomieten in het noordoosten van Italië. De gletsjer ligt in het Marmolada-gebergte. Met meer dan 3300 meter is dat de hoogste berg in de Dolomieten.
De twee alpinisten hier op de voorgrond ontsnappen als bij wonder aan de lawine. Van al zeker 7 anderen is geweten dat zij het niet hebben overleefd. 8 zijn gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Nog 13 anderen zijn vermist. Deze reddingswerker werd onmiddellijk na de ramp opgeroepen. Noi quando siamo arrivati lì siamo trovati veramente davanti a un scenario pazzesco perché c'erano blocchi di ghiaccio e sassi enormi dappertutto. E abbiamo cominciato a cercare, poi sono arrivati altri soccorritori chiaramente e comunque le prime vittime sono state tirate fuori. De gletsjer werd nauwgezet in het oog gehouden. Deze beelden dateren van de dag voor de ramp. Via een statement op Facebook laten de controlediensten weten dat de ramp onmogelijk te voorzien was. Wel konden ze vaststellen dat een deel van de gletsjer aan het smelten was. Wat niet verbaast, gezien de recente recordtemperatuur. Dit weekend klom het kwik tot wel 10 graden Celsius op de Marmolada. De Italiaanse premier Mario Draghi bezocht deze namiddag de getroffen regio om de reddingswerkers te bedanken en de slachtoffers te eren. De oorzaak van de ramp moet volgens hem gezocht worden in de klimaatsverandering. Questo è un dramma che certamente ha dell'imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell'ambiente e della situazione climatica. Oggi l'Italia piange queste vittime e si stringe a loro, tutti gli italiani e le italiane si stringono a loro con affetto. Ma il governo deve riflettere su quanto è accaduto e deve prendere dei provvedimenti perché quanto è accaduto abbia una probabilità bassissima di succedere o possa addirittura essere evitato. De Marmolada is al jaren een populaire bestemming voor ervaren alpinisten. Het is afwachten in welke mate de gletsjerbreuk hen zal tegenhouden om, zoals ze wel eens wordt genoemd, de koningin van de Dolomieten in de toekomst nog te beklimmen. Bij ons professor Frank Patijn, glacioloog. Professor, wat is volgens u de oorzaak van deze gletsjerbreuk? Heeft het te maken met die hoge temperaturen in het weekend? Ja, wellicht. Natuurlijk is het nog altijd niet uitgemaakt. Het is niet wetenschappelijk onderzocht wat er precies gebeurd is. Maar het lijkt erop dat water een zeer grote rol er heeft ingespeeld. Dus normaal gezien, een gletsjer die vloeit normaal aan een trage beweging, maar wanneer de spanningen te groot zijn, dan kan ijs ook breken en maakt het gletsjer spleten. Nu, die gletsjer die heeft dus eigenlijk een zeer steile helling, zoals we zagen op de videobeelden, die alpinisten die daar langs die gletsjerwand wandelen. Er zijn dus grote spanningen op, ook omdat het ijs er nogal dik is. En dat creëert gletsjerspleten. Nu, gletsjerspleten, dat is een normaal fenomeen. En er kunnen altijd stukken ijs afbrokkelen zonder veel geweld. Maar wanneer dat er veel water in die gletsjerspleten komen, water heeft een grotere dichtheid dan ijs, geeft ook een groter gewicht. Als het dan breekt, dan breekt ook een dam van water. En de mengeling van ijs en water geeft dan zo'n stroom van ijs, echt een ijslawine. Een beetje te vergelijken met een modderstroom, typisch bij een vulkaanuitbarsting. Maar dus hier zo'n ijsstroom die met veel geweld naar beneden dendert. Mm-hmm. Kan je zeggen, die breuk van deze omvang, dat is toch wel uitzonderlijk? En meer nog, is het iets dat vaker kan voorkomen voortaan? Het is uitzonderlijk in die zin dat dit is een gletsjer die boven de 3300 meter zit. Daar verwachten we geen positieve temperatuur. Of op een zeer korte periode. Maar sinds mei heeft men daar temperaturen boven nul en dan de laatste dagen zelfs temperatuur van 10 graden. En dat is zeer abnormaal natuurlijk. En dan krijg je zo die waterophoping potentieel. Mm-hmm. En dat is natuurlijk iets dat raar is. Of op de vraag of dat nu meer zou kunnen voorkomen, dat hangt af van gletsjer tot gletsjer. Want zoals ik daar zelfs zei, men heeft dus die grote spanningen nodig om die kloven te veroorzaken. Dat hangt ook af van de dikte van het ijs. Hier, dat ijs, zoals we op de foto's zien, is vrij dik. Mm-hmm. Maar niet alle gletsjers zijn nog zo dik. En vermits dat dus de meeste gletsjers langzaam beginnen af te smelten, worden ze dus ook dunner. En bij dunner worden zal ook het gevaar van zo'n groter effect worden. Afnemen. Ja. Afnemen. Uw antwoord eigenlijk al een beetje op mijn vraag. Met andere woorden,
dit zijn wel degelijk gevolgen van klimaatverandering. Ja, het klimaat is wel degelijk aan het opwarmen. Dat is al op sommige plaatsen, en zeker in gebergtegebieden, kan dat hoger zijn dan gemiddeld op aarde. We spreken altijd over gemiddelde stijging van de temperatuur, nu met 1,1 graden sedert het begin van de industriële revolutie. Maar er zijn gebieden waar het al hoger is. In poolgebieden bijvoorbeeld is het ook hoger. Dus, en dat is niet zomaar dat de gemiddelde temperatuur hoger wordt. Het zijn zomers die langer worden, winters worden korter, extremen worden weer meer frequenter. Dus dat zijn eigenlijk al die factoren die er gaan toe bijdragen dat zo'n drama's kunnen of zo'n catastrofes kunnen gebeuren. Ja, is het dan nog wel verantwoord dat er op die manier in de buurt van gletsjers aan alpinisme wordt gedaan? Ja, dat is, maar alpinisten die leven al met het eerste gevaar van in de winter met lawines, sneeuwlawines, geconfronteerd te worden. Ja, een gletsjer heeft altijd gevaren. En die had het al vroeger. Zo'n fenomeen is natuurlijk vrij moeilijk te voorspellen. Daar kan je niet op zeggen van ja, morgen zal dit gebeuren. Maar anderzijds, ja, als zo'n gletsjer een beetje wordt gemonitord en als er natuurlijk geen voorafgaande hoge temperaturen zijn waargenomen, waarbij dat er veel smeltwater is opgehoopt, dan maakt het dat ook een gletsjer iets wat veiliger. Ja. Als je kijkt naar wat het bijvoorbeeld kan betekenen voor gewone doorsnee wandelaars, kan dat gevolgen hebben of zie ik het nu absoluut veel te pessimistisch in? Dat zou kunnen natuurlijk voor sommige gletsjers, want tegenwoordig zijn vele gletsjers gemakkelijk toegankbaar via kleine wandelwegen. Ik zou zo zeggen, van ja, uit de buurt te blijven van een ijsval, dus eigenlijk een plaats waar zo die ijspleten worden gevormd. Meestal is dat wel vrij hoog en wordt dat enkel maar bezocht door alpinisten, dus veel minder door voetgangers of door wandelaars. Maar anderzijds is het ook zo dat in gebergten, men denkt dikwijls dat vele ongevallen gebeuren door lawines, maar eigenlijk gebeuren de meeste ongelukken door wandelaars. Omdat dus eigenlijk ook wegen instorten door ofwel hevige regens ofwel ook het ontdooien van permafrost die voorkomt. En daar gebeuren eigenlijk ook vrij veel ongevallen mee. Oké. Professor Patijn, dank u wel voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. En daarmee zit onze uitzending erop. Heel graag tot morgen en nog een mooie avond.